zijn nu bij het Saxien College Frankendaal. We zijn bezig met de stagiaires. Fijn even. Wacht even, ik ben nog niet bij jou, Melissa. Wacht even. Hey, doe een dansje. Ernst Alicia. Hey. We hebben donuts. We nemen elke week iets lekkers mee. Deze keer heeft deze Josephine. Hey, kijk, ik begin namen te leren. Wat is er? Heeft Josephine heeft lekkers meegenomen? Gezellig. Ik ook. Wat heb je meegenomen? Je hebt het nog niet gezet. Waar? En noedels. Hey! Noedels! Ja. Dead by chocolate en zo. Nou, heel gierig. We gaan lekker genieten. Dit is, hoe heet je ook weer? Anis. Hi. Hi. Dus ja, we zijn lekker aan het chillen. Even pauze en daarna gaan we weer hartstikke hard aan de slag. Oké, meiden, ik heb iets voor jullie meegenomen. We zijn aan het begin zijn we eigenlijk aan de slag gegaan met heel veel theateroefeningen. Jullie hadden eigenlijk weinig tot geen theaterervaring. En ik vind dat jullie echt heel goed je best hebben gedaan. En daarom heb ik ook wat lekkers extra voor jullie meegenomen vandaag. Het is een soort een kerstkalender volgens mij. Yeah. Ja, vandaag kan je het aan de slag. Hallo? Ik ben op school, ik kan nu echt niet praten. Ik kan nu ook niks doen. Ja, ik heb al een afspraak gemaakt, maar ik moet nu gewoon afwachten. Tussen ons, yeah. Heb je niet gezien dat Jessica een beetje raar is de laatste tijden? Nee, je ziet niet echt toeval of zo, maar wel dat ze super lang bezig was. Hey Els. Hoi Jessica. Ik wilde even met u praten. Kan dat? Ja, ik heb toevallig een half uurtje, dus als je even op die stoel zit, dan kan ik je. Kunt u mij nou echt beloven dat ik het niet aan de collega's doorvertel? Want als iemand hier achterkomt, heb ik echt een heel groot probleem. Nou, Jessica, ik zou je vertellen alles als je mij dus blijft tussen ons. Ik beloof dat ik het aan niemand zal vertellen. Ik ga dan zelf wat contact opnemen met de stagebegeleider van jou. En dan ga ik nu zelf even naar Jessica toe om te kijken wat er aan de hand is. Maar ik begrijp niet waarom. Nee, ik hoef het niet te weten, Els. Dat was het. Joe, onthoud je niet. Je lacht. Wanneer je oom helemaal van de kaart is. Terug. Ja, gebeuren dit soort dingen. Wees gezond. Oké, mensen. Ik zit hier met mijn zusje. Die komt even een weekje bij me slapen. Dag mensen. Oké. We gaan nu eerst even snel naar de avondwinkel. Want ik ben helemaal vergeten wc-papier te halen vandaag. En voor het geval we moeten schaten. Ik heb toch even een beetje papiertje nodig, weet je wel. Dus wat ga ik doen? Ik ben net gedoucht. Ik heb mijn pakje aangetrokken. Leuk, ja, mijn hoofd is zo groot hier. 3 kilometer. Is goed voor je. Ja, zo. In ieder geval. Wij gaan dus... mijn hoofd is dik. We gaan dus dingen halen. Wc-papier. En ik heb honger. Ik heb nog niet gegeten. Wat moet ik eten? Echt. Kennen jullie dat soort dingen van die... Midnight snacks dingen. Ik weet niet wat ik moet halen nu op dit moment. En ik wil ook geen thuis bezorgen. Daar heb je mij voor. Ik ben Mr. Junk. Eigenlijk moet ik gewoon, patatje kapsalon of zo. Patatje kapsalon. Maar luister dan. Nee! Zet even hier, hoe heet het dan? Kapsalon. Patatje kapsalon. Rio, heb je dit dan? Hoe heet het dan? Kapsalon patat. Wat is het dan? Ik kapsalon zit patat. Is toch goed? Patatje kapsalon. Patatje kapsalon, hoe heet dat ding? Nee, kapsalon. Ja, maar dan gaan mensen denken dat ik het over kapsalon heb. Want ik heb het over dat vreten. Dat heet kapsalon. Weet ik, maar ik zeg patatje kapsalon zodat men weet dat ik het over dat ding heb. Y'all know what I'm talking about, nee, right? Nobody knows this. No, wat? Je kan niet eens Engels praten. Nobody knows this.
We zitten nu in de Mac El Aviv. Toch, hoe heet het? Nee, sorry, El Aviv 2. El Aviv 2, zie je, sorry, sorry. El Aviv 2. Ik heb hier ook zien van Persie. Oh, wacht, wat? Van Persie. Turkse van Persie. Turkse van Persie, ja. We zijn hier in El Aviv. Jullie weten het, ik heb honger. Dus we zijn even een patatje kapsalon komen halen. Patatje. Ik noem dat ding patatje. Het heet meneer, is het kapsalon. Hoe heet dat ding? Kapsalon. Ja. Maar mag ik geen patatje kapsalon zeggen? Nee, want er zit appeltaart in. Dus dan zeg ik patatje kapsalon. Maakt niet uit, hetzelfde. Dus we zijn nu een kapsalon aan het halen. Ik heb honger. Daar liep we ook een grote. Oh, wees dan het niet op, weet. Tuurlijk, oké, we hebben met kipshawarma gehaald. En wat hebben we nog meer? We zijn die man aan het uitleggen. Let je. Ik heb net een keer door een brug gehad bij de Albert Heijn, 2 voor 4 euro. Ik leg die man uit hoe boomspang dit ding is. Wilt u echt niet? Nee, dankjewel. Echt zeker? Oké, maar het is hoppie lekker. Oké, dus in ieder geval. Wat is dat? Ga je doen? Wat zegt u? Nee, ik heb een eigen YouTube kanaal. Ja? Ik ben vlogger. Ja, echt. Ik zweer het. Ja, ik zweer het. Vraag mijn zusje. Ja, ja, ja. Ik zweer het. Is mijn zusje? Is mijn zusje? Ja, ik weet het. Ik ben wit, zij bruin. I know. Ik ben gewoon degene die wit is uitgevallen, lichte ogen. That's it. Apart, hè? Ja. Ik ben de buitenbeentje van de familie. Ik ben wel de lekkerste, dat kan je wel weten. Ja, dat ja, toch mensen. Je moet toch iets wanneer je de witste bent van de familie. Luister. Oké, doe nog. Oké. Ben de kalde gidince, bir şey koptu içimde, gürslerinde süsünce. Ben de kalde, sen de kalde, çık gel yalabiliyorsun, sen çok yalabiliyorsun. Seni ona tanıyorum, beni yormusun. Wat denk jij? Ik denk, waarom? Hé, maar ze kan wel zingen hoor, eerlijk is eerlijk. Ja, netjes, netjes. Ik heb natuurlijk alleen komkommetjes en tomaatjes op mijn... Kapsalon. Ik weet niet, het is voor mij gewoon... Het is voor mij gewoon een dingetje om geen salade te nemen als ik een Turkse pizza neem. Of kapsalon of iets. Ik weet niet, op de een of andere manier heb ik het gevoel dat er altijd zand tussen sla gaat zitten. Maar we gaan dus nu voor El Aviv 2 van de Benthuizenstraat. Gaan we even kijken hoe die smaakt, Lalique. Sorry hoor, ik heb echt honger mensen. Met kipshawarma. Heeft het wel lekker volgemaakt ook hoor. Ja, je krijgt sowieso. Lekker. Oké, eerst mijn happy. Eerste happy. Mm-hmm. Nee, ik word niet geveld. Dit is een lekkere. Ik heb alleen de vleesproef nog. Dus ik moet eventjes... Oh. Ik moet even... Ik vind het belangrijk... dat bij een kapsalon... de friet ook echt goed is. Mm. Even de friet proeven. Ja, kom. Mm-hmm. Mm. Heerlijk, man. Het is echt lekker, man. En... die kip heeft lekker grote stukjes. Doorgebakken. Hij is goed gebakken. De friet is goed, proef die friet. Ik heb de friet is goed. En die knoflooksaus is master. Hij is romig, hè? Hij is romig? Is het van room gemaakt? Bruh. Nee. Ik vind het sowieso een aanrader. Ga naar El Aviv 2 op de Benthuizenstraat. Dus voor een lekkere kapsalon kan je daar sowieso terecht. In Rotterdam-Noord. Oké, dus we zijn nu bij, hoe heet die show? Dino Show. Van je familie moet je het hebben. Van je familie moet je het hebben met van Jan Dino. Waarom is dit hier? Jij gaat binnen. Ah. Waarom heb ik zo 16 jaar gedaan, dan kijkt niemand naar mij. Wat is dit? Ja, dus de zaal begint erg druk te worden. Dit is Tiffany. Ze wil niet op camera, omdat ze ergens een puist heeft. Ik heb die puist eerlijk gezegd nog niet gezien. Waar is die puist? Je lult. Waar is die puist? Dus, Hi YouTube. Shira. Kom op YouTube, hè? Dat is Marcia. Nee, je lult. Zullen we er ook op? Kijk, zij willen er ook op. Dit is Ria. Zij is echt lief, hoor. Een comedy show waarbij je lekker moet gaan lachen. Het enige wat je hoeft te doen vandaag is lachen. En mensen die nu allemaal camera's,
dingen in spanning. Hé, camera. Had ik iets anders aan moeten trekken, mijn haren moeten kamen. Ja, maar het is niet te laat. Ook niet zelf denken, hé, laat me ook mee filmen. Nee, zet je camera weg. Als ik jou zie filmen, ik pak de camera en ik maak die kop van jou nog lelijker dan nu alleen. Heb je gehoord? En friendsjes, let op. Dus ik loop hier zo op Eendrachtsplein in Rotterdam. En mijn schoen, goedkope schoen, van misschien 30 euro, is kapot. Heel erg lelijk, kapot lelijk, verschrikkelijk lelijk. Moet je het zien? Kijk hier, daar ligt film. Oh, dit, wanneer ik loop, dan zie je het. Film het goed. Ja. Kijk hier, gewoon een oorlog. Ja. Hij heeft honger. Die schoen heeft gewoon serieus honger, hè? Weet als het alleen korrelt. Oké, nog 1 minuut voor de metro. Hier komt hij. We gaan naar mijn school. We gaan naar mijn school informeren. Informeren over volgend jaar. En dan gaan we die schoen laten maken. En daarna. Daarna gaan we naar Vodafone. De telefoon is kapot. Ja? Nou en? Dus, in ieder geval. De telefoon is kapot. En het is al 2 maanden geleden dat ik mijn telefoon als voor reparatie heb opgegeven en het is nog steeds niet gemaakt. Dus ik ga even gek doen bij Vodafone zo meteen. Mensen, luister. Dus ik heb jullie dus net laten zien dat die pata kapot is, toch? Maar ik was helemaal vergeten dat ik ook een kapotte jas aan heb. Maar deze jas heb ik al een paar jaar, hè. Maar ik vind die jas gewoon lekker warm. En het is gewoon lekker. Het is mooi. Kijk, vul me even die jas. Vul me even die jas van de bakker. Alles is voor... Je moet een beetje je rug hol maken, toch? Dus ja, oké. Voorstelling naar binnen. Hi. En ik weet helemaal niet wat ik moet verwachten. Ik ben gewoon gevraagd door een mat van mij. Dus we gaan het gewoon zien en het wordt gewoon gezellig. En het is sowieso fresh. Het is sowieso fresh. Maaspodium. Gezellig. Tot daarom in donker. As the reality of the times take hold, we come to turn to the silence we bear. Missing the times we never get to share. Whoa, 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 whoa. Welkom bij de eerste editie van Fresh. Zoals jullie zien, staan hier 7 gedetineerden op een rij, naast elkaar. Ik praat vaak met de man in de spiegel, of met gedetineerden. Want elke slaaf van het systeem is mijn people. Zo, goedemorgen, beesten van het goede leven. Ah! Morgen. Oh, sorry, ik heb mezelf niet eens voorgesteld. Dat is best wel brutaal. Mijn naam is YMP. Ik ben de psycholoog. En... Mijn naam is Demo. En ik ben Lars. Demo is je naam? Ik ben Lars. Demo is je naam? Ja. Oké. We hebben een exclusief report. Het is er namelijk gelukt om in de gevangenis een interview met een van de bewoners te voeren. Oké. Maar zeg niet iedereen in de gevangenis, ik ben onschuldig. Ik ben anders. Ik ben anders, vriend. Niet in vergelijking met andere mensen. Nee, bij mij is het anders. Ik ben onschuldig. Het is wel zo dat je een soort van een cliché bent, toch? Antiaan, je komt naar Nederland, je wordt crimineel. Crimineel. En dan ga je met ons belastingcenten in de gevangenis. Zijn er liever ikken dan jij? Ik heb nu geen tijd van mama's zorgen erbij. Ook al
squirting up a mind. Ik ben Rajri. En ik heb een koperen huwelijk met de staat. Maar voordat ik dit huwelijk aanging, of beter gezegd, voordat ik gedwongen werd om het huwelijk aan te gaan. Eigenlijk nog beter gezegd, voordat ik mezelf in een positie zette waardoor men me kon dwingen om het huwelijk aan te gaan, had ik een ander leven. Mijn oude leven. Snelle leven. En wat heb ik geleerd? Of eerlijk gezegd, wat heb ik gedaan? Wat ik heb gedaan, is mijn moeder een traan achterlaten. Maar wie is er als het fout gaat? En ik dezelfde fout maak. Wie is de vorm? Ben jij de vorm? Wie is de vorm? Misschien jij. Ze laten me in de kou staan. In de stilte schreeuw ik jou na. Want alles wat ik heb en alles wat ik doe, is gewoon goed bedoeld. Heel mijn verleden maakt niet eens uit, want het heden is niet eens geregeld. Dus wie gaat mij vertellen dat straffen werkt als men het recidiefniveau continu uitmerkt? Gevangen is zeg maar duur, maar draai je om. Tegelijkertijd betaalt hij wel de huur van de rechters, politie, justitie en de overheid. Het is maar met welke ogen je dat bekijkt. Wie gaat mij vertellen dat straffen helpt als niemand jou daarna opvangt? Van de show, snel praten, want batterij is leeg. Want één accu leeg, accu leeg. Good morning everybody. Ik kom gisteravond, ben ik geweest naar een show Fresh in het Maaspodium, Maastheater in Rotterdam. Ik ben dus gisteravond geweest bij zo'n Fresh editie, waarbij YMP, een van onze Rotterdamse talenten, samen met een groep gedetineerden. Het zijn allemaal mensen die vandaag de dag keihard werken aan hun toekomst. Door middel van bijvoorbeeld theater, reclame maken, boeken schrijven, etc. Of bijvoorbeeld Phoenix Reporter. Jullie hebben in mijn vlog een paar stukjes kunnen zien. Ik vond het persoonlijk een hele mooie show. Uiteindelijk na de show best nieuwsgierig bleef. Maar los daarvan, er was iets in de show dat mij heel erg opviel. Een paar van de acteurs, ja, ex-gedetineerden om het zo even te zeggen, die gaven dus de tijd aan van dat er toch een litteken bij hun achter is gebleven. Men denkt vaak van, oké, de slachtoffers, dat zijn degenen die de littekens hebben. Maar ik denk zeker ook dat, ook al ben je de dader van een bepaald delict dat je hebt gepleegd, ook jij wonden kan overhouden, littekens kan overhouden. Maar omdat ook slachtoffer ben, denk ik. Slachtoffer van misschien een bepaalde situatie of van misschien onderdrukking. Slachtoffer van je eigen gedrag. Je kan op verschillende manieren kan jij ook slachtoffer zijn als dader. Maar ook het feit dat je moet leven met zoveel schuldgevoel, denk ik. Zeker als je uiteindelijk op het rechte pad terechtkomt en beseft wat je verkeerd gedaan hebt, is de dader ook slachtoffer? Of hebben jullie zoiets van, de slachtoffer is de enige persoon die het slachtoffer is. Ik zou graag willen weten hoe jullie erover denken. Dus laat de reactie achter onder dit filmpje. En laat even weten hoe jij daarover denkt. Ik ben wel erg benieuwd naar jullie reactie en dan kan ik er zelf ook op reageren. En je mag natuurlijk ook op hele andere dingen reageren in mijn filmpje. Maar dit zou ik wel heel graag willen weten van jullie. En als je nog niet geabonneerd bent, kan je nog abonneren. En duimpje omhoog. Ja, omlaag zou ook kunnen als je het helemaal geen leuke vlog vindt. Maar liever omhoog. Hoi allemaal, bedankt voor het kijken naar Life with Rerome. Wil jij meer avonturen zien? Vergeet dan niet te abonneren. Life is good when we share it. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Stoppen. Ja.
Lop. Nee, we zijn echt lop. Doei. Doei. Doei.